Een bonte stoet van 100 verklede demonstranten van Extinction Rebellion en gelieerde groepen liep vrijdagochtend een protestmars door de straten van Lochem. De milieuactivisten liepen naar het hoofdkantoor van 4Farmers. Ze vinden onder meer dat het bedrijf moet stoppen met de invoer van soja en palmolie voor veevoer. We vinden dat er heel veel moet veranderen in de landbouw en in het bijzonder bij de dierlijke productie. En dan is 4Farmers natuurlijk een topspeler als internationaal bedrijf wat veevoer produceert en zijn grondstoffen vanuit de hele wereld naar Nederland haalt. Dus daar zal heel wat moeten veranderen. Mensen zijn wel heel leuk aangekleed, hè? Ja, dat hebben ze ook gevraagd. Dit gaat over wat wij willen. Wat wij willen voor de landbouw, voor de biodiversiteit, voor de insecten. Ja, we willen graag dat er diverse natuur terugkeert. De actievoerders overhandigden een brief met eisen aan de leiding van 4Farmers. Direct stoppen met het importeren van soja, een van de punten, zal het bedrijf niet doen. Dat was dus wat anders dan normaal, hè, voor de deur. Ja, dit maken we niet ook vrijdagmiddag mee, inderdaad. Dat stoppen van die import van soja, dat is misschien wel heel simpel gezegd, maar dat ja, zo'n groot bedrijf als dit kan dat niet zomaar doen, toch? Niet op vandaag, op morgen. Hè. En uiteindelijk geloven wij ook in duurzame soja. Hè. En duurzame soja is iets anders dan per se de importverbod van soja. Daarnaast zoeken wij ook wel dagelijks naar allerlei alternatieven. In het gebruik van reststromen, maar ook in het gebruik van andere grondstoffen ter vervanging. Het is het tweede protest van de Achterhoekse tak van Extinction Rebellion. Nadat er eind december een actie bij het ING-kantoor in Doetinchem uit de hand liep. Politie en handhavers waren vrijdag in Lochem op de been, maar het protest verliep rustig. Mogelijk volgt er rond de zomer een nieuwe actie bij 4Farmers. We geven ze 3 maanden de tijd om te komen met een aangepast plan, een aangepaste bedrijfsvoering, waarvan we graag willen dat dat gecommuniceerd wordt naar een groot publiek. Dus zet dat publiekelijk uiteen, wat je gaat veranderen in die bedrijfsvoering. En zo niet? Dan komen we terug en dat laten we dan weten.